Erwin van Looy, zaterdag een, een nieuwe wedstrijd. wijs uit. Um, het zit allemaal heel kort op elkaar, de wedstrijden nu. Kun je als coach dan nog dingen veranderen in, in tussen al die wedstrijden door? Nou, je kan niet veel trainen op in ieder geval als je dingen wil veranderen. Dus als je uh, wat accenten anders wil leggen, dan, dan leg je dat uit. En dan doen we het vaak uh, heel kort op het veld. Maar je kan, je kan er niet uh, overdreven veel op trainen. Er is ook niet heel veel reden om, uh, om uh, heel veel dingen anders te gaan doen. Ja, het is natuurlijk wel wisselend geweest. Je hebt de euforie van, van de beker. Daarna komt Sparta. Dan weer een, een, een goede overwinning tegen VVV. Hoe ga je zorgen dat het nu minder wisselvallig is of gaat worden? Nou ja, dit, is iets, dit is natuurlijk een belangrijk punt waar we het over gehad hebben. Hoe sta je aan de start? Hoe graag wil je winnen? Wat heb je er over, voor over om, om dat voor elkaar te krijgen? En dat dat altijd de belangrijkste punten zijn waar, waar sport en waar presteren altijd mee begint. En dat, dat moeten we morgen goed voor elkaar hebben. De, de, de nederlaag van Heracles heeft hij ook nog invloed op jouw voorbereiding? Want die hebben natuurlijk een flinke tik gekregen. Je weet zelf vanuit Sparta dat er iets kan gebeuren na zo'n nederlaag. Neem je zoiets mee? Nou, een deel wel. Kijk, ik denk dat het een beetje een vergelijkbare situatie was. Wij verloren van, uh, van Sparta. En dan staat iedereen helemaal uh, op scherp. VVV, die kwam hier naartoe. Die hadden net gewonnen van Feyenoord. Dat was misschien net 1, 2 procentjes minder. En bij ons was het misschien allemaal weer net even iets, uh, iets beter. En dan zie je dat het verschil ook in één keer naar onze kant heel groot kan zijn. En wij moeten ervoor zorgen dat dat in ieder geval zaterdag niet gaat gebeuren. Zegt het ook iets dat het allemaal eigenlijk heel dicht bij elkaar ligt, die, die onderste groep? Dat, dat er eigenlijk weinig verschil is tussen de clubs? Nou, dat is sowieso. Ik denk tot plek uh, 7, 8 uh, zal er weinig uh, verschil tussen de clubs zijn die, uh, die daar spelen. En dan gaat het dus inderdaad om uh, hoe, hoe sta je ervoor, uh, ja, hoe, hoe, hoe fel ben je, hoe scherp ben je. Uh, maak je niet te veel individuele fouten. Dat zijn, dat zijn bepalende dingen. Als je moet omschrijven die wedstrijd. Je hebt van tevoren al een keer gezegd dat is een belangrijke serie die er nu aankomt. Uh, daar ben je nu al even mee bezig. Ja. Hoe belangrijk is deze wedstrijd nu? Nou, is zeker een belangrijke wedstrijd als je deze wint, dan uh, neem je weer afstand verder afstand van, uh, van de onderste plaatsen, wat natuurlijk ongelooflijk belangrijk is. En uh, je trekt ook uh, Heracles op dat moment erbij, en dat zullen zij ook niet, uh, niet leuk vinden, nee, niet geen rekening mee gehouden hebben een tijdje geleden. Dus dat is alleen maar, dat is alleen maar goed en dat is dat is ook de enige uitdaging zaterdag. Je zegt dat zij er geen rekening mee houden, misschien een tijdje geleden dat ze er beter voor stonden. Is er iets van te zeggen voor het slot van de competitie waar je wil gaan eindigen of kan gaan eindigen? Of is dat met al die ploegen bij elkaar heel moeilijk om te zeggen? Ja, dat is gewoon heel moeilijk om te zeggen. Kijk, de situatie waarin we nu zijn, is heel simpel. Je moet gewoon zorgen dat je boven de streep blijft. En, dat is, uh, en ik denk dat al die ploegen die rondom ons staan, exact dezelfde doelstelling hebben. En of je dan uh, 12, 13, 14, uh, 15 wordt, ik denk dat de meeste ploegen dat een, uh, een rotzorg zal zijn. Jou ook persoonlijk of niet? Nee, je wilt, ik wil wel zo liefst zo hoog mogelijk eindigen. Maar nummer één is gewoon zorgen dat je boven die streep staat. Absoluut. En qua spel, is dat dan nu ook nog belangrijk? Of, of gaat het echt alleen van, nou, het eerste is die punten en dan zien we wel? Dat is altijd in sport. Eén is punten. En dan, uh, en dan probeer je zo goed mogelijk te spelen. En ik denk wel dat, we, dat je nog uh, bij ons wel gewoon ziet dat we echt wel met, met een plan spelen. We staan niet uh, zoals een aantal andere ploegen echt alleen maar op eigen helft om te verdedigen. We proberen echt vooruit te spelen en op een bepaalde manier. Ja, dat gaat de ene keer wat beter dan de andere keer. Maar dat idee wat we over voetbal hebben, dat blijft natuurlijk leidend. Voor de supporters, uh, een belangrijke week natuurlijk, Tilburg, Carnaval. Heb je daar nog iets mee? Heeft de club daar nog iets mee? Nou, ik hoorde iemand bij een andere club zeggen dat het carnaval meer voor de supporters is uh, dan voor de spelers. En dat lijkt me ook goed, zeker in, de, in deze tijden. We hebben het ongelooflijk druk en we hebben, uh, nu, uh, dit is de vijfde wedstrijd in een hele korte tijd. Dus daar, uh, daar is iedereen mee bezig en wat dat betreft gaat carnaval wel een beetje langs ons heen.